Buongiorno tutti! Ik ben er weer met een nieuwe wijn. Nieuwe wijn, fijn, fijn, fijn. En ik heb hier vandaag, ik wilde zeggen, daar is hem weer met zijn specialeke. Maar je gelooft of niet, ik heb vandaag inderdaad weer een specialeke voor u mee. Want je hebt misschien via toeters en bellen allemaal opgevangen, via Facebook, via onze site, via weet ik veel wat allemaal, dat we een nieuw topdomein in het gamma hebben. En dan spreek ik niet over Jan met de pet, maar over, hè, u kent het ondertussen, Gaia. Inderdaad, Gaia steekt nu in onze rangen. Noblesse oblige, voilà, we gaan hem bespreken. Maar uiteraard, Gaia heeft een heel pak wijnen. Zowel gemaakt in Piemonte als de Toscaanse wijnen. Wat heb ik hier voor u klaarstaan? Ik heb de instapper. Welk gamma moet er een instapwijn zijn? Ook Gaia heeft een instapwijn. Voor u de instapwijn mee van Gaia. De Camarcanda, dus dat is de Toscaanse afdeling, als ik het zo mag noemen. En de cuvée is de Promis. Promis is dus van de drie Camarcanda wijn in Toscaan die Gaia vinifieert, de basiswijn. En het is een blend van overwegend Merlot, met een beetje Syrah, en dan nog 10% Sangiovese. Dus eigenlijk een, ja, noem het maar een typische blend, hè, voor de kustregio van Toscane. We zitten in de streek van Castagneto Carducci. Dus echt, iedereen kent uiteraard Bolgheri, hè, die konterijen. En die druivenrassen zijn daar de druivenrassen die je daar vindt, uiteraard. Mooie diepe kleur. Ik ben zelf heel nieuwsgierig om hem te proeven. Wauw. Direct geparfumeerde neus. Je herkent in de neus al de hand van de meester. Dat klinkt cliché, I know. Maar proef hem en je gaat mij gelijk geven. Heel mooi. Aromatisch. Zit die wijn schitterend in elkaar. Alles erin. Vlezig, donker fruit. Heel kruidig. De Syrah komt heel duidelijk aan het venster pieken. Dat valt direct op. Mineraal ook in de neus. Een beetje rood vlees en geroosterde, gegrilde rode paprika. Heel, heel, heel complex. Yummy, yummy, says my tummy. Die is echt goed. Heel complex ook in de smaak. Alles wat ik vermeld heb, komt terug. De gegrilde rode paprika, mineraliteit, vlezig. Maar in de smaak krijg je echt wel nog de wijn is Piepjong, 2009. Een echt een shot eik zit er echt nog behoorlijk in. Inkt. En dat maakt hem nu, ik ga niet zeggen streng, dat, de wijn is niet streng, maar hij heeft nog een idealiteit, nog minstens enkele maanden nodig om volledig in zijn plooi te vallen. Laat persoonlijk maar. Alles zit erin. Heel mooie zuren. Mooie aroma's van fruit. Heel kwaliteitsvol eik. Schitterende wijn. Binnen een paar maanden tot, laten we zeggen, een jaar. Een absolute bom voor uw tafel. €29,97. Een nieuwe topper is born. De Promis, de Camarcanda van Gaia van 2009. Laat het u smaken. Salute!